Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de minister voor deze beantwoording. Maar wat ik me nou afvraag, iemand die zijn straf heeft uitgezeten, is die nou nog steeds een gevaar voor de nationale veiligheid en openbare orde? Het punt is, voorzitter, dat er wordt gewerkt met de zogenaamde geleidende schaal. Nee, ik moet eigenlijk beginnen bij het begin. Het gaat erom of er een onherroepelijke veroordeling is van meer dan 6 jaar, waar de maximumstraf op staat van 6 jaar. Dan wordt er gekeken naar de geleidende schaal. En aan de hand van de opgelegde straf wordt er gekeken of men in aanmerking kon verwijgeren van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dat gezegd hebbende, dan zijn de criteria waardoor men, zal ik maar zeggen, een soort bespreekgeval wordt bij de IND. En dan gaat de IND wegen. Dus de rest, dat doet er op dat moment niet toe. Dat zijn gewoon de voorwaarden om eventueel een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te weigeren. Mevrouw Perringoppi. Dank u wel, voorzitter. Ja, de minister geeft geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was namelijk of iemand die dus als een straf heeft uitgezeten nog steeds een gevaar is voor de nationale veiligheid en openbare orde. Want we mogen volgens de grondwet alleen ongelijke gevallen ongelijk behandelen als dat het doel dat gerechtvaardigt. En dat doel moet zijn de nationale veiligheid en openbare orde. Maar als iemand zijn straf al heeft uitgezeten, is diegene dan nog steeds een gevaar voor de nationale veiligheid en openbare orde? Want als dat niet het geval is, dan is er dus ook geen grond om gelijke gevallen ongelijk te behandelen. Nee, dat is niet een relevante voorwaarde. De voorwaarde die heb ik geschetst. De voorwaarde die ligt op de 6 jaar, of er een straf is opgelegd waarvan de minimale maximumstraf 6 jaar is. Dan wordt er gekeken naar de geleidende schaal. Dan gaat het naar de IND en dan kan er besloten worden oftewel of geen verstrekking komt van een vergunning voor onbepaalde tijd. En wat ik daar verder van vind, of men dan nog een gevaar is voor de maatschappij, ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar dat doet er niet toe voor de voorwaarden. En over de gelijke gevallen, kijk, dit zijn geen gelijke gevallen, want we hebben namelijk vreemdelingen en we hebben Nederlanders. Tot slot, mevrouw Perringoppi. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tot slot, ik hoor de minister dus steeds uitleggen wat er in dit wetsvoorstel staat, wat zij vandaag verdedigt. Maar waar ik op doe, is onze grondwet. En in onze grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt op gelijke wijze gelijk behandeld dient te worden. En daar kan alleen een uitzondering op gemaakt worden, of sprake zijn van ongelijkheid, wanneer dat gerechtvaardigd is in oog van het doel. En het doel van deze wet is de bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde. Dus mijn vraag aan de minister is of die nationale veiligheid en openbare orde nou in gevaar wordt gebracht door mensen die een straf hebben uitgezeten. Dat doet er niet toe. Dat doet niet toe aan de voorwaarden. De voorwaarden waardoor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geweigerd kan worden, dat heb ik u net uitgelegd. Dat zit op die 6 jaar, op de minimale maximumstraf. Dat heeft te maken met de geleidende schaal. Heeft te maken met hoe de IND erover oordeelt. Daar heeft dat mee te maken. En of ik vind of iemand wel of geen gevaar is voor de maatschappij, dat doet er niet toe voor dit wetsvoorstel. Het feit is, de feiten zijn, er is een opgelegde straf. Een strafbaar feit waar een maximumstraf op staat. En als dat een minimale maximumstraf 6 jaar is, dan komt hij in aanmerking om te gaan bekijken op de glijdende schaal. Er is een veroordeling. Er is een veroordeling. En die veroordeling die wordt uitgezet tegen de verblijfsduur van de vreemdeling. En als daaruit komt rollen dat hij in aanmerking gaat komen dat zijn verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geweigerd gaat worden, dat doet het toe. En wat er verder van vind of het een gevaar is, nee, het gaat om de veroordeling en het gaat om de minimale maximumstraf en het gaat om de bepaalde doelgroep die al is beschreven. Mevrouw Karimi.